De rotonde op de Sportlaan en Van der Hooplaan is al een tijdje in gebruik, maar werd vandaag officieel geopend op een bijzondere manier. Mooi plein, fantastisch, echt niks meer aan doen. Heerlijk, lekker spelen op straat, zo moet het vaak eigenlijk zijn, toch? Ja, we gaan verder. Is dit nou een onderdeel van Tour du Rotonde, zoals Geertje Visser het vandaag in haar column noemde? Nee, dit is echt puur veiligheid. Veiligheid voor de fietsers. We zitten hier bij deze rotonde bij 3 middelbare scholen die hier heel veel gebruik van maken. We zitten midden tussen de sportterreinen. Vandaar ook de ludieke aanplant in de vorm van een derbystar. De echte traditionele voetbal. En ja, het is absoluut een succes. Jeroen die zei het net al, dat hij een paar maanden open. Nou, we hebben al zoveel positieve geluiden gehoord van mensen die elke dag hier rijden. En die zijn gewoon blij dat hij er eindelijk is. We gaan zo snel naar binnen voor een koffie en een taartje. Ongelooflijk, staat het erop? Dat is de eerste keer dat het lukt. Ja, we gaan verder. De man die u ziet is Marco Bonissimo. Hij is jongleur en heeft al flink wat bereikt. Ja, nou, dit is, officieel is het nog steeds niet bevestigd. Ik heb wel een mailtje teruggekregen van Guinness hier in Amstelveen. Vijf voetballen, het langste in de lucht houden. En ik heb de ruimschoots verbeterd. Er was nog iets met de filmbeelden niet helemaal correct, dus die moeten nog een keer opgestuurd worden. En ik hoop binnen 4 weken nu eindelijk uitslag te krijgen daarover. Want het is eigenlijk al zo lang geleden dat ik bijna vergeten ben dat het gebeurd is. Eerst was er op de plek van de rotonde een kruispunt met stoplichten, wat zorgde voor verkeersopstoppingen en lange wachttijden. Een grote ergernis voor de Amstelveener. Het was een kruispunt waar dat echt verouderd was. Stoplichten die echt het verkeer niet meer aankonden. Grote irritatie. Ja, hij is nu al een paar maanden in gebruik, omdat je altijd nieuwsgierig bent of het gaat werken. Ja, ik durf te zeggen dat het een echte verrijking is en een verbetering voor de verkeersveiligheid. Is deze rotonde nou geheel veilig? Nou, het is een enorme verbetering voor de veiligheid. Maar wat je nu ziet gebeuren met de fietsers, dat die automatisch voorrang nemen. Ja. Dat blijft een punt van attentie voor ook voor het openbaar vervoer en voor de auto's. Dat ze daar goed rekening mee houden. Dat die jonge kinderen van de middelbare scholen, dat die nog wel eens de neiging hebben om voorrang te nemen in plaats van te krijgen. En dat blijft uiteraard voor de kinderen een aandachtspunt.